Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze video. Voor vandaag ga ik laten zien hoe ik deze Polaroid muur heb gemaakt. Je ziet al twee gaatjes zitten. Dat zijn deze even als voorbeelden. Mocht je niet geabonneerd zijn, doe dat dan even zeker hier beneden. En doe ook nog even een duimpje omhoog en laten we dan snel beginnen. Hier heb ik twee Polaroids voor me. Dit is een echte en dit is eentje die ik zelf heb gemaakt. En zoals je ziet is er bijna geen verschil. Misschien is de een net iets groter dan de ander. Maar het lijkt echt heel erg op elkaar. Ja, de achterkant is natuurlijk wel best anders. Ik ga nu even als eerst laten zien hoe ik de Polaroid op mijn telefoon heb gekregen. En daarna komt het gedeelte dat ik ze ga ophalen. En dat ik ze ga uitknippen en alles opplakken. Ik zal een schermopname maken en die komt hier zo. Om deze Polaroids op je telefoon te gebruiken, gebruik ik deze app genaamd Dashcam. En Dashcam heeft een Insta-C-filter. En als je die gewoon aanklikt en dan bij foto plusje. Ja, hier zie je al alle Polaroids die ik uiteindelijk heb gemaakt. Laten we even mijn zoutlamp gebruiken. Dan klik je op het vinkje. En dan heb je hier op je telefoon een Polaroid. En hij gooit dus automatisch ook zo'n soort van filter overheen dat het echt lijkt alsof het een Polaroid is. En hij heeft dus gelijk dat kader met de juiste maten. Maar als je foto's gaat uitprinten, ik heb het zelf gedaan bij Kruidvat, dan kost dit echt heel erg veel foto's. En je weet ook niet helemaal of het nou de juiste lengte is. Dus ik ga hier nog even iets mee doen voordat ik het ga uitprinten. Ik ga naar PicsArt. En bij PicsArt kan je collages maken. Je klikt op het plusje. En je gaat naar grids. En dan, ja, voor nu klik ik even twee keer dezelfde aan. En dan ga je helemaal naar voor. En dan klik je de eerste aan. Radio doe je 3-2. Dat is de normale standaardmaat ook met uitprinten. Bij het Kruidvat, bij de HEMA, bij Mediamarkt. Dat is gewoon 10 keer 15. En dat is dus 3-2. En dan kan je de Polaroids groter maken. Dit gedeelte moet je een beetje op gevoel doen. Ze gaan ook niet allemaal perfect gelijk. Maar ongeveer dit. Ongeveer als je zo'n randje boven hebt, zo'n randje onder, zo'n randje aan die kant en zo'n randje aan die kant. Dan krijg je deze maten. Dus onthoud dit ongeveer, maar het komt wel goed. Ik was helemaal bang voor, oh nee, straks zijn ze veel kleiner, veel groter. Maar zeker omdat het op een witte deur is, zie je dat echt niet. En het lijkt gewoon echt. Nou, dit sla je dan op je telefoon. En zoals je kan zien, had ik echt heel veel Polaroids gedaan. Als je dat dan allemaal op je telefoon hebt staan, kan je gewoon naar het Kruidvat toe. Je doet zo'n snoertje in je telefoon en je klikt de foto's aan die je wil en hij print ze gewoon uit. 10 keer 15 is bij Kruidvat 29 cent per foto. En je hebt ook nog servicekosten. Bij mij waren die iets van 1 euro nog wat. Maar ik weet niet of dat ook in verband ligt met hoeveel foto's je uitprint. Of dan de servicekosten veranderen. Ik was uiteindelijk 11,98 euro kwijt voor 37 foto's. Keer 2, want er zitten 2 Polaroids op elke foto. Is 74 Polaroid. En als je normaal die pakjes koopt, dat is echt iets van 17 euro voor 20 foto's. Dus het is echt een stuk goedkoper dan wil je met een camera maken. En wat ik ook gewoon leuk vind, is dat je Polaroids hebt van foto's waar je geen Polaroid van hebt. Want ik wil wel meer Polaroid foto's maken, maar ik heb echt niet altijd mijn camera mee. En eigenlijk altijd wel mijn telefoon. Dan gaan jullie nu kijken naar het hele gedeelte van knippen en alles. Dus veel plezier daarmee. Nu ga ik al deze foto's ga ik ze uitknippen. En dit is echt best wel een dik stapeltje. Kijk dit. En op elke staat er 2. Dus ik denk ook echt wel dat ik mijn hele deur vol ga krijgen. So excited hiervoor. Echt zo leuk. Het zijn allemaal herinneringen. En die heb ik dan allemaal mijn deur. En dat vind ik echt heel leuk. Dus deze ga ik nu allemaal uitknippen. Wish me luck. Mensen, dit is de allerlaatste foto die ik moet knippen. Kijk, dit heb ik gewoon allemaal eraf geknipt. Het mandje zit, nou, nog niet helemaal vol. Maar er zitten aardig wat foto's in. Om precies te zijn, 73. En dit is het allerlaatste. En we zijn er bijna. Mijn zusje is hier ook. Mijn broertje ook. Wat een gezelligheid. Klaar. Die hele schaar, ik weet niet of je dat kan zien, zit in mijn hand geprint. Maar we gaan nu dit allemaal ophangen.
Ik heb de Polaroids die op mijn deur hangen allemaal met washi tape gewoon vastgeplakt. En dat ga ik ook doen met deze. Want dat zorgt dat niet eens verf eraf gaat ofzo. En het blijft echt heel erg goed plakken. Er is nog nooit eentje van afgevallen. Oh yo mensen, het zijn er zoveel als je dit zo ziet. Alles past best wel goed in rijtjes, maar ik heb er hier 3 over. En daar is 1 rijtje ook nog niet af. En die heeft er nog 5 nodig. Dus ik ga er denk 2 even uit mijn bullet journal halen. Want dan zijn wel gewoon alle rijtjes compleet. Nu ga ik even kijken van wat past waar. Want bijvoorbeeld hier is best wel blauw en hier best wel donker. Dus een beetje alles mixen, zodat alles goed bij elkaar past. En ik moet natuurlijk ook rekening houden met wat daar hangt. Daar hangt best wel veel wat donker onderaan. Maar op zich wat ik nu erboven heb is wel... Oh nee, dit moet eigenlijk dan boven. Oké, ik denk dat ik het zo wel leuk vind. Dus nu gaan we alles opplakken. Ik ben zo excited. Ik denk dat het echt heel erg leuk wordt. Het lijkt wel alsof het hier breder is dan op mijn deur. Maar daar hangen er toch echt 8. En dit zijn ook 8. Maar we gaan het zien. So excited. Ik zei net wel dat ik washi tape ging gebruiken. Maar ik ga toch schilderstape gebruiken. Het werkt hetzelfde als washi tape. En eigenlijk vind ik dit nog wel fijner. Want het is iets dikker. En dit past echt perfect op het Polaroid. Duct tape gaat je verf waarschijnlijk van af. En ook van dat plakspul gaat het ook niet goed. En plakband is vaak niet stevig genoeg. Dus echt washi tape of schilderstape is echt heel fijn. Ik pak ongeveer zo'n stuk. En ik laat dan ook hier nog even wat liggen voor de volgende keer. En dit vouw je zeg maar met de niet plakkant dubbel. En dit plak je zo aan elkaar. En dit plak je dan op een Polaroid en dan zo op een deur. Dus nu plak deze kant en deze kant. Dit is echt heel chill om te gebruiken. Nou mensen, het heeft even geduurd, maar mijn hele deur is vol met Polaroid. Ik zal nu nog even een close-up laten zien. Mocht een van jullie nu ook geïnspireerd zijn om dit te gaan doen, laat het dan zeker weten in de comments. En als je het al af hebt, stuur dan even een foto in mijn DM. Dit is mijn Instagram. Ik vind het hartstikke leuk om jullie te zien. En hoop jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doeg!